Nu vraag je je wellicht af waarom fietsen met compressiekous en wellicht heb je al meer video's van mij gezien. Ik zal ze heel even stilhouden zodat je me beter kan horen. Laat ik maar helder zijn voordat ik op de voordelen inga. Ik vind compressiekousen op een wielrenfiets niet echt mooi. En waarschijnlijk houdt jou dat ook een beetje tegen om ze te dragen op de wielrenfiets. Maar toch gebruik ik ze wel en steeds meer wielrenners. En dan natuurlijk niet in zo'n opvallende kleur als deze. Want misschien gaat het nog wel met een zwarte fietsbroek. Maar ik zou altijd kiezen voor wit. Witte compressiekousen op de wielrenfiets. Maar deze zijn voor mij voor het hardlopen. Dus, en het is natuurlijk even binnen op de tax. Dus dan maakt het niet zo heel veel uit. Je ziet alleen wel steeds meer wielrenners met de compressiekousen. Bij de training en vooral ook na de training. En ook bij de eigen kleine trainingsrondje door de week bijvoorbeeld, die dan alleen gaan fietsen en dan wel de compressiekousen aan durven te doen, zou ik bijna willen zeggen. Want laten we eerlijk zijn, mooie korte sokjes. Het is nu winter, maar in de zomer mooie korte witte sokken met een fietsbroek. En voor de meeste wielrenners ook geschoren benen is natuurlijk het mooiste. Maar ja, compressiekousen, ik merk dat ik ze heel vaak aandoe op de mountainbike onder een lange broek nu in de winter. En dat ik gewoon profijt van heb bij het fietsen en heel veel fietsers. En daarom gebruik ik ze ook gewoon bij het wielrennen. Vaak niet in het groot peloton of bij een fietstocht, want dan krijg je te veel opmerkingen. Maar gewoon mijn eigen trainingsrondje als ik alleen ga fietsen. Of met een paar vrienden dan, dan wel. In sommige gevallen. Dus ja, waarom dan? Dat is eigenlijk de grote vraag. Waarom dan compressiekousen? Nou, heel veel hardlopers, je hebt te lang ontdekt. En je ziet echt bij de hardloop-evenementen echt bijna de helft met compressiekousen lopen, vooral de halve en de hele marathons. Omdat het de afvalstoffen beter, zeg maar, afvoert vanaf je benen. Je spieren worden een beetje samengeknepen natuurlijk. En daardoor is ook de bloeddoorstroming beter in het benen. Dat is natuurlijk heel belangrijk tijdens het sporten, tijdens het duursporten zoals fietsen en hardlopen. Daarnaast zou ik altijd hele dunne compressiekousen adviseren, zoals deze Sepp Ultralight. Daarom heb ik deze ook even aangedaan voor deze video. Dus ja, voordelen te over voor het sporten met compressiekousen. Dus ook het wielrennen met compressiekousen. En als je het zeg maar niet zou willen doen, als je, als je er toch echt aan twijfelt, dan helpt het toch heel veel wielrenners om ze gewoon na het wielrennen direct aan te doen na het douchen. Of bijvoorbeeld thuis op de tax, net als ik nu. Nou, ik ga verder met de training. En als je vragen hebt, stel ze gerust. En wellicht zie ik je in de volgende video over het fietsen.